Voor het consult heb ik nog even de laboratoriumwaarden bekeken en de aantekeningen van de praktijkondersteuner. En het viel me op dat dit afgelopen jaar er weinig vooruitgang is geboekt in haar behandeling van de diabetes. Weet u, dokter, ik heb een beetje met de pet ernaar gegooid. En ik vroeg me af, hoe komt dat nou? Neemt ze haar diabetes misschien niet serieus genoeg? Is ze niet goed op de hoogte van de risico's die ze daarmee kan lopen? Waar zou dat dan toch aan liggen? En ik had er voorgenomen om dat met haar te bespreken. En nou is het heel belangrijk dat we samen gaan kijken, dat we iets vinden wat bij u past, wat u volhoudt. De verdere aanpak zou ik daarvan laten afhangen hoe het in het gesprek zou gaan. Ik wil heel graag met u bespreken hoe u mij kan helpen om af te vallen. Ik heb gemerkt dat ze nu erg positief bezig wil gaan met de gewicht en het bewegen. Onder leiding van de diëtist. Zou het u wat helpen als u wat begeleiding zou krijgen bij de voeding? Ja, dat denk ik wel. Iemand om mij te helpen om een plan te maken om anders te gaan eten. Perfect. Ik had haar niet beter kunnen adviseren. Alle vertrouwen dat het haar lukt. Hoewel, het zal haar misschien niet meevallen om haar patroon blijvend te veranderen. Dat zal best moeilijk voor haar zijn. Nooit meer een Johnny Cake? Goed dat we afgesproken hebben hoe we vinger aan de pols kunnen houden als het eventueel mis zou gaan.